Op de A15 Rotterdam richting Gorkum ter hoogte van Sliedrecht-West is gistermiddag een vrouw om het leven gekomen. Twee andere vrouwen raakten licht gewond. De auto waarin de drie vrouwen zaten ging er door nog onbekende oorzaak over de kop. In ieder geval twee van de inzittenden werden uit de auto geslingerd. Bij een aanrijding in Rotterdam-Zuid raakten twee mensen gewond. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing op de Pascalweg. Eén persoon raakte bekneld en moest door de brandweer uit de wagen worden geknipt. De traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de verwondingen van de inzittenden vielen uiteindelijk mee. De twee zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Zeecontainers uit Japan worden vanaf nu extra gecontroleerd op radioactiviteit. Alle containers worden twee keer gemeten voordat ze worden vrijgegeven. Aanleiding is de besmette container uit Japan die donderdag in de Rotterdamse haven niet direct werd opgemerkt. Het wordt vandaag wederom een zonnige en warme dag. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost loopt de temperatuur 's middags op naar 25 graden.